Dit is de Gijsweg van Amstelstraat in Hilversum. Op en rond deze straat zitten maar liefst 21 kappers. En vandaag gaan we ze allemaal weer langs. We gaan kijken hoe dat is, zoveel concurrentie. En we gaan van ze horen hoe ze de coronatijd zijn doorgekomen. Ik heb nu nog lang haar, maar ik heb 10 afspraken staan. En ik interview alle kappers vanuit de kapperstoel. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik er aan het eind van de dag uitzie. Op naar de eerste kapper. Ga lekker zitten. Yes. Wat vind je leuk? Vind je het leuk als ik hem een beetje rommelig opsteek? Vind je het leuk als ik het met een vlecht doe? Wat vind je leuk? Ik vind met een vlecht wel leuk. Ja, ja. Okay. Voor nog één keer een vlecht. Ja. Maar hoe vind jij dat, 21 kappers in zo'n klein gebied? Ja, dat is wel bijzonder, hè? En dat ze toch allemaal bestaansrecht hebben. Dat is toch wel heel bijzonder. Want het is niet te veel concurrentie, zeg jij? Nou, ik denk wel dat je je moet onderscheiden. En daarop kiezen klanten natuurlijk wat ze willen. En hoe onderscheiden jullie je? Nou, bij ons is het wel echt een beleving. Dus het is niet dat je zegt, ik ga alleen naar de kapper toe. Het is echt wel een beleving. Bij ons kan je je de hele dag vermaken. Wij doen huid, haar en nagels. We hebben een pedicure hier boven zitten. Dus die kan eventueel ook volgens mij. Het is een dagje uit hier. Het is eigenlijk een beetje een dagje uit. Ja, dat klopt. Ik krijg een mooie vlecht en als klap op de vuurpijl word ik ook nog opgemaakt. Nou, dit was de eerste kapper. Ik zou zeggen, het is bijna jammer, want het ziet er prachtig uit. Maar op naar de volgende. Neem plaats. Yes. Dan ga ik eerst je haren even losmaken. Ja. Dan gaan we het straks even wassen. En dan doen we het eventjes mooi in model brengen voor je. Ja? Leuk. Zonde. Ik had eigenlijk gewoon 1 kapper per dag moeten doen. Ja. Dat ik nog een dag genieten van mijn kapsel. Inderdaad, ja. Bij kapper 2 wordt mijn haar gewassen, gefeund en in de krultang gezet. Ook ik heb de kapper gemist in coronatijd. Ja, ik heb mijn dochter zelf geknipt. Oh ja. En toen dacht ik, oh ja, nu weet ik waarom de kappers eigenlijk ook op de lijst met vitale beroepen hadden moeten staan. Echt, hè? Ja, dat is op zich wel een voordeel. Want er werd natuurlijk altijd wel gezegd, oh, je bent maar kapper. Maar ja, na 7 weken sluiting werden we toch wel ineens heel erg belangrijk, inderdaad. Ja. En wat is nou zo leuk aan kapper zijn? Ik vind het gewoon leuk om mensen mooi te maken en mensen blij te maken. Altijd een glimlach op het gezicht als ze weggaan. Ze zeggen niet voor niets als je haar maar goed zit. En dat zit het. Dus op naar de volgende kapper. En voordat het mes erin gaat, kies ik eerst nog even voor verlenging van mijn haar. We hebben ze in verschillende lengtes, 40, 50 en 60 centimeter. Nou, dan gaan we altijd even kijken naar de kleur van jouw eigen haar. En daarnaast ben ik benieuwd, hoe ben jij de coronatijd doorgekomen? Nou, eerst totaal in shock. Zeker met dat ik hier eigenlijk 1-op-1 werk met alle klanten en in mijn beleving ik niet dicht had gehoeven. Ik miste het gewoon heel erg. Mijn vak is gewoon eigenlijk ook gewoon mijn passie. Dus ja, toen ik weer aan het werk ging, nou, dan was het gewoon weer dat ik dacht, oh, wat heb ik dit gemist. Dit is het. Dit is hem. Nou, we zijn hier bij de kapster met misschien wel het allercoolste uithangbord. En ik ga naar binnen bij Carlo knippen en zo. Nou, kom lekker zitten. Ja. En heb je er wel eens over verbaasd, zoveel kappers? Ja. Ja, ik snap niet waarom de gemeente dat toelaat. Want er moet gewoon een stop op komen. Want ja, voor de een zijn brood is de ander zijn dood. En op een gegeven moment dan zijn er te veel kapsalons, hè, en er zijn maar zoveel inwoners. Dus ik snap niet dat de gemeente toelaat dat dat maar door mag gaan. Ik spreek de wethouder, die zegt dat er maximaal 12 kappers zijn toegestaan. Maar dan gaat het alleen om een deel van de Gijsbrecht van Amstelstraat. In het omliggende gebied geldt dat maximum niet. Daar geldt een ander bestemmingsplan. En daar kunnen dus inderdaad meer kappers bij komen. Maar dat is op zich ook niet echt een probleem. Ik denk dat we tijdens de coronacrisis allemaal wel hebben gemerkt hoe hard we de kappers soms missen. En zou het een idee zijn dat de gemeente ook naar de omliggende straten kijkt? Dat ze die meenemen? Nou, we vinden het nu nog niet nodig. De kappers die voorzien nu duidelijk in een behoefte, kunnen prima hun eigen brood verdienen. Dus dan is het uitstekend. Als we merken dat het wel, heel erg uit de hand gaat lopen, dan kunnen we daar aanpassingen op doen. Maar momenteel vinden we dat nog niet nodig.
Hoeveel centimeter heb ik eigenlijk? Nou, ik denk wel 50. Je houdt nog zo'n stukje over. Hoe lang zit jij al hier? Bijna 20 jaar. Echt? Ja. Heel jong begonnen. Op je 12e? Bijna. En wist jij ook als klein meisje al dat je kapper wilde worden? Nee, ik wilde altijd bij de marine. Maar ik heb heel erg heimwee, dus ja, dat ging hem niet worden. Toen dacht ik, nou, dan moet ik toch een baan zoeken waar ik altijd werk heb. En toen heb ik voor kapster gekozen. En dat is de beste keuze die ik heb gemaakt eigenlijk. Want ik hou echt van mijn werk. Nou, ik heb hier hele mooie vlechten gekregen. Ze zijn precies 30 centimeter lang. En ik krijg al een beetje buikpijn, maar bij de volgende kapper gaan ze eraf. Nou, hier gaat het gebeuren bij Kapsalon Alexander. Dag haar! Hallo? Hallo, daar gaat hij even. Ja. Helemaal goed. Neem plaats. Dankjewel. Ik doneer mijn haar aan Stichting Haarwensen, waar kapper Alexander mee samenwerkt. Daar gaat hij! Stoer van jou. Het gaat heel snel, ja. Het duurt niet zo lang. Hey, en wat doet Stichting Haarwensen ermee? Die stuurt het op naar het buitenland toe en die maakt er dan pruiken van. Als kinderen dan chemo gehad hebben en kaal zijn, kunnen zij gratis een pruik krijgen. Waarom vind jij het belangrijk om daar aan mee te doen? Nou, ik vind dat je als bedrijf zijnde ook een beetje vrijwilligerswerk moet doen. Een beetje, hè? En wat kan ik dan doen? Ja, kappen, knippen, doen. Ik ga even kijken wat ik gedaan heb, welke ravage ik aangericht heb. Ik kom naar buiten als een ander mens. Ik begin er nu al een beetje aan te wennen, dus het wordt nog heftig dat ik nog 4 keer geknipt ga worden. Maar op naar de volgende. Hallo. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Wat vind je ervan? Ik vind het allemaal leuk. Het is nog heel ruw en ruig. Dus, ja, dus dan moeten we wat aan gaan doen. Ja, jij mag er iets moois van maken. Ja. Gaat ik doen. Ga lekker zitten. Ja. Nou, ik ga proberen om er enigszins nog een beetje lengte in te houden. Zonder dat het meteen heel erg jongensachtig gaat worden. Deze kapsalon is nieuw op de Gijsbrecht. En dat bevalt goed. Superleuk. Ja? Ja. Ja, ik vind de Gijsbrecht echt een van de leukste stukjes van Hilversum. Het is echt nog een beetje een dorp op zich. En vind jij het nog altijd leuk om kapper te zijn? Ja. Ja. Nou, je hebt ongeveer elke half uur heb je een ander persoon op je stoel zitten. Met hele andere wensen, hele andere verhalen. Elke keer weer nieuwe verhalen. Maar omdat ik ook hier echt wel zo'n familiekappertje ben vanaf het begin af aan. Dat je dus echt gewoon hele gezinnen krijgt waarvan de kinderen steeds groter worden. En dan ook weer met hun gezinnen gaan komen. Ja, dat is gewoon het allerleukste van het vak. De hele dag andere verhalen. Leuk. Ik vind het zelf ook wel heel gezellig staan. Ja. Ik stop ermee voor vandaag. Ja, ik wou zeggen. Ook de winkelstraatmanager spreken we onderweg. Volgens haar weet elke kapper zijn eigen publiek te trekken. Ja, de een daar kun je zonder afspraak terecht, de ander met afspraak. Je hebt kappers die meer op heren gericht zijn, sommige meer op kinderen. Dus volgens mij is er voor iedereen een kapper op de Gijsbrecht. Maar als jij hier rondloopt, dan denk jij niet, jeetje, wat veel kappers? Nee, dat heb ik helemaal niet. Nee, ik denk dat als je alle kappers in het hele gebied optelt, dan zitten we inderdaad aan die max. Maar als je over de straat wandelt, dan is het niet zo dat je om de paar winkels een kapper tegenkomt. Wij zien dat natuurlijk wel, maar we zijn dan ook op zoek naar kappers vandaag. Op naar kapper 8. Hallo. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag mevrouw. Hey. Hoe is het? Goed, en met jou ook? Ja, heel goed. Ik wil graag geknipt worden. Ja, u mag plaatsen. Ja. En van wie heeft u het vak geleerd? Ik was 13, ja? In Turkije, begint van een kapperopleiding. Is mijn leraar ook kapper, weet je. Niet op school, gewoon werk. 13? Ja, ik was 13, ja. Echt waar? Ja. En toen al aan het werk? Ja.
En mocht je dan meteen al knippen of dat niet? Nee, ik was 15 begint knippen. Ik heb 2 jaar opleiding gedaan, maar in de zaak, niet de school. Dat is de beste kapper in Hilversum, hè? Is dat zo? Dankjewel. Ja, ik kom vaker bij hem. En wat is er zo goed aan hem? Nou, ik vind hem gewoon vriendelijk. Dankjewel. Het is altijd welkom. En u bent vaste klant? Ja, is wel vaste klant, dat soms ga je vreemd. Echt kort hoor, wauw. Dankjewel. Oké, alsjeblieft. Super. Hey, hier zit er nog één. Dus de teller komt op 22 in plaats van 21. Nog even genieten van dit kapsel. Ja, ik moet natuurlijk wel wat overhouden voor de volgende kapper. Ja. Dus ik denk, als ik nou iets met een kleurtje doe, dan kan hij nog het eindkapsel maken. Nou, fantastisch. Ja. En welke kleur zat je aan te denken? Nou, iets koepselij. Oké. Okay. Dus het ouderwetse woord natuurlijk highlights. Ze zit al bijna 20 jaar op deze plek en doet haar werk nog altijd met veel plezier. Het is een soort van verslaving. Hè? Echt waar? Nou ja, ik heb het niet eens in de gaten, maar... dan ben je bijvoorbeeld, kijk je naar mensen en dan kijk je onbewust altijd naar een haar. En van, goh, hoe zou die dat gedaan hebben? Hoe zit dat? En dan automatisch kijken van, weet ik hoe dit gaat? Weet ik het niet, zoek ik het op? Of denk je, nou, we gaan nog eens een keer dit volgen of een andere opleiding. En hoe zijn de trends eigenlijk veranderd in 20 jaar tijd? Vooral kinderen vind ik meer bezig met hun haar. En mannen zijn ook minder traditioneel geworden. En? Goed. Super, dankjewel. Nou, gedaan. Op naar de laatste. Oké, nou, ik heb er zin in. Het wordt hartstikke leuk. Toi, toi, toi. Dat heb ik niet nodig. Dat komt goed. Ook hier hakte de corona-lockdown er flink in. Ja, dat was echt heel erg. Ja? Ja, ja, het was geen leuke tijd voor mij. Nee. Ik moest dicht en ik... met tienduizenden, of nou niet tienduizenden, maar met duizenden euro's in de week weer de min in. Dus ja. dat was niet leuk. Die onzekerheid ook of je ooit weer open kon. Ja. Was de huurbaas nog coulant? Die was heel coulant en heel aardig. In eerste instantie hadden we een afspraak gemaakt dat we, de tijd dat ik niet hoefde te huren, dat we zouden gaan verlengen het contract dan. Maar uiteindelijk zei hij, weet je wat, laat maar. Dus het is wel goed. Zo. Dus uit mij die huur heeft hij me gegeven. Wauw. Dat was heel, heel, heel aardig van hem. Ja. Ja. Meer dan aardig. Dus voor alle weken dat je dicht bent geweest, hoef je geen huur te betalen? Ja, inderdaad. Ja. Nou, hoe aardig is dat? Nou, ik vind het leuk dat je mij als laatste hebt gekozen. Ja, ik ben blij hoor. Erg leuk. Dus je kan dit heel doen. Ja. Maar ik vind het leuk als het ook een beetje netjes kan. Ik hou van een beetje netjes. Nou, met deze laatste knipper is een einde gekomen aan deze mega knipmarathon hier op en rond de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum. Ik ben super blij met het resultaat en met alle knipafspraken en behandelingen die ik onderweg heb gehad. Ik ga kijken of ze me thuis nog herkennen met deze nieuwe look. En ik ben er super blij mee.